op het kasteel. Jong Sparta tegen de Koninklijke HFC. Twee ploegen in vorm. Want Sparta verloor wel vorige week, maar had daarvoor 8 wedstrijden op rij niet verloren. En komt hier al heel vroeg in de wedstrijd op 1-0. En wie anders dan Dervizoglu is de maker van deze goal. Het is zijn 18e van dit seizoen. En we zijn nog niet klaar. Dervizoglu met zijn 2e van de middag. Nummer 19 is dit. We gaan het noteren, want hij is in een bloedvorm, die spits van Jong Sparta. Balbezit op het middenveld voor Bukari. Die draait combinatie met Dervizoglu. Oh, geweldig! Wat een schitterende voetbeweging daar van Ayoub Bukari. Het applaus is vooral voor hem en niet voor het publiek. Want deze beweging getuigt van een grote voetballer in spe. Prachtige goal en daarmee Sparta op 3-0. Wat een wilde daar op het kasteel, waar het met 1 zo moeilijk gaat, gaat het met 2 zo geweldig. Was getekend Dervizoglu. Ibrahim Dervizoglu. Van afstand kan hij het ook. En dan is de doelman Van Rossum alweer geslagen. Kan AFC wat terug doen? Jawel, Wessel Boer. Zijn 5e treffer van deze competitie. En ook op het scorebord dus Koninklijke HFC. Maar het loopt achter de feiten aan. Want dit is een spits waar we nog veel van gaan horen. Ibrahim Dervizoglu. Minuut nummer 38. En de 5-1 voor Jong Sparta. Alaft met de voorzet. En wie anders? Dervizoglu met zijn 5e. Hij is de man van de wedstrijd. De ruststand is meteen ook de eindstand. Want Jong Sparta wint met 6-1.